Welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen, bij de Boekenbreak. Deze boekenrubriek gaat over gekochte journalisten. Echt een all-time favorite. Absoluut aan de top dit jaar. Hij blijft gaan als een malle in onze eigen webwinkel, maar ook via de boekenwinkels loopt hij kei en keihard. Gekochte journalisten is een Duitse bestseller van de inmiddels overleden Udo Oefkotte. Sterjournalist van de Frankfurter Allgemeine, deed internationale rapportages, onder andere bij de Irak-Iran-oorlog van de jaren 80. Hij raakte daar zelf ook gewond bij een gifgasaanval. Daaraan is hij ook bezweken een aantal jaren terug. Voordat hij overleed schreef hij nog een aantal boeken waarin hij de mainstream media ontmaskerde en waarin hij zichzelf beschuldigt als gekochte journalist toen hij werkte voor de Frankfurter Allgemeine en eigenlijk min of meer in dienst was voor de Duitse inlichtingendienst en voor de Amerikaanse inlichtingendienst. En hoe Duitse en heel veel andere Europese journalisten gefetteerd worden met reisjes naar Amerika en daar het hele pro-Amerikaanse en pro-NAVO-verhaal ingepeperd krijgen. Ja, wat ze natuurlijk bij terugkomst in Europa keurig in hun stukjes moeten gaan verwerken. Hun contacten met de inlichtingendiensten zijn ontstellend. Journalisten blijken gewoon een verlengstuk te zijn van nationale en van Amerikaanse inlichtingendiensten. En ook in Nederland komt dat stilletjes aan boven tafel, dat ook bij ons zo werkt. Deze bestseller van ons, deze absolute bestseller, willen we u van harte aanraden. U krijgt een compleet beeld van hoe die banden precies in elkaar zitten. Vele gingen u voor en vele waren verbluft dat het zo werkt. In onze webwinkel, de zoveelste druk, van harte aanbevolen, u kunt hem daar halen. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Vandaag gaan we het hebben over sport, over Trump, Amerika, Europa, de Agenda 2030. En dat doen we met twee topsporters aan tafel. Aan de ene kant zit Brian Roy. Brian, van harte welkom in Groningen. Dankjewel. Heel leuk dat je hier bent, vanuit het Amsterdamse.